Bij de rechtbank in Sertogenbos is maandag 180 uur werkstraf geëist tegen de vrouw die in 2010 bij verschillende bed en breakfast heeft ontbeten zonder te betalen. Dat deed ze onder andere bij de Oude Pastorie in Magaren, het Ravenhuis in Ravenstein en bij Slapen op Wielen in Oorje. Tegen de 56-jarige vrouw zonder vaste wonen of verblijfplaats werd behalve een werkstraf ook een voorwaardelijke gevangenisstraf van 30 dagen geëist. De uitspraak is over twee weken.